het een heel groot volksfeest is. Door honderden, zo niet duizenden vrijwilligers in Meijerijstad aan meedoen. En ik heb gisteren ook gezien dat carnavalsverenigingen van alles organiseren voor jong en oud. Gisteren was op een gegeven moment hier een middag voor 70-plussers. En als je dan ziet hoe die carnavalsvereniging die mensen in de watten legt, dan zeg ik ja, dit is een echt volksfeest. De carnavalsverenigingen van begin af aan samen hebben opgetrokken. Dus ze wilden ook echt die sleuteloverdracht gezamenlijk doen. Ze komen met z'n allen hier, zien de prins en hun gevolgen elkaar ook weer eens even. En ja, het dak gaat er straks af, denk ik. Iedereen heeft gewonnen, proficiat. Carnaval is staan. We hebben 9 carnavalsverenigingen, maar die hebben dus allemaal een eigen sleutel. En die krijgen ook allemaal een eigen sleutel als teken dat zij de komende dagen de macht hebben in hun rijk. Ik heb gezien hoe goed jullie getraind, voorbereid zijn. Ik heb al vorig jaar gezien dat de jeugd fantastische dansgaardes, begeleiding van alles heeft. Heel professioneel, dus wat dat betreft, jongens en meisjes, ga zo door en geef het voorbeeld aan die ouderen. Is. Ieder houdt zijn eigen identiteit en tegelijkertijd is er de verbroeding. Gaat men samen hier het carnaval vieren op beginnen, sleuteloverdracht. En dat vond ik al vorig jaar heel opvallend, hoe mooi ze dat samen organiseren. En ja, voor mij was daarmee al het bewijs dat mijn reis staat dat het helemaal goed komt. Kleine sleutel krijgen jullie. Geen onderscheiding. En alle andere carnavalsvierers, welkom hier bij het moment dat jullie de heerschappij krijgen over jullie eigen dorpen. Ik begrijp dat ik het wat zachter mag doen. Met trots, prinsen van Meijerijstad, draag ik zo dadelijk de macht aan jullie over. Want ik heb gezien op afgelopen jaar dat jullie fantastische verenigingen hebben die heel veel activiteiten organiseren voor jong en oud, voor ziek en gezond, voor arm en rijk. En die organisatie die klonk en klinkt als een klok. Het grootste volksfeest van het jaar, dat vieren jullie. En daar geven jullie leiding aan. En daar mogen jullie best trots op zijn, maar ook beseffen, prinsen, hoe uniek die positie is die jullie hebben om leiding te mogen geven aan dit grootste volksfeest. In beweging jullie, hoppatee, lopen, fietsen, klopt, 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 kl